Zo. Nou, vandaag is even iets nieuws. Een vlog. Afgelopen periode veel werk gehad. Heel veel dingen moeten doen thuis. En eigenlijk sinds 2 weken beschik ik weer over mijn vrije tijd. En eigenlijk de rugzak die ik nu heb van GoPro, Seeker, heb ik nog niet echt uitgetest. Vandaag wel. Nou, tot nu toe bevalt hij goed. Ik heb 2 liter water in een Camelback Crux, 2 liter bij me. Van de week aangeschaft bij Beven Zwerfsport. Het systeem werkt goed. Beter als die ik de vorige keer had die bij een rugzak zat. Voor de rest, ja, uiteraard bezig met de GoPro 6 Hero. Het enige wat bij mij nog een puntje vind ik zelf is dat de afstandsbediening die ik heb, die is de vorige versie. Die wil nog eens een keertje haperen. Maar gelukkig valt dat redelijk mee. Nou, voor de rest mooie omgeving. Gestart vanaf station Driebergen, Driebergen Zeist. En uiteindelijk lopen we over verschillende landgoederen. Zo meteen via Austerlitz richting Maren. En het plan is om daar ook in Maren weer de trein te pakken. En dan zo weer richting Rotterdam te gaan via Utrecht. Temperatuur valt mee. Ik had verwacht dat het warmer zou zijn. Het is uit te houden. Rust is hier heel erg aanwezig. Eerst stukje ben ik wat wandelaars tegengekomen. De rest heb ik nu eigenlijk verder niemand meer gezien. Maar voor de rest, ik heb het goed voorbereid. Voor de zekerheid de route uitgeprint. De route ook nog even in de Garmin gezet. Daar zat wat afwijkingen in. Er was 1 stukje, dat klopte niet helemaal. Het hoeft niet in mijn Garmin te zitten, maar dat zit waarschijnlijk in degene die de route op internet geplaatst heeft. Ja, en voor de rest een super prettige dag. Dit smaakt naar meer. Nou, tot zover even kort de introductie. Ik ga weer verder met de Utrechtse heuvelrug lopen. Ik loop nu op landgoed Bornia. Vroeger was Bornia in handen van de familie uit Leeuwarden. Nou, de familie woonde op de Bornia State in Leeuwarden. Bornia betekent grens. Het landgoed heette zo omdat het op de grens lag van Driebergen en Zeist. Bornia herbergt een van de ongerepste duingebieden van de Utrechtse Heuvelrug. Al in de ijstijd woonden er mensen, zo bleek uit opgravingen, waarbij overblijfselen van zeer oude nederzettingen en grafheuvels zijn aangetroffen. Bornia wordt beheerd door het Utrecht Landschap. Samen met de landgoederen Heidenstein en Noordhout vormt het een groot aaneengesloten natuurgebied. Nou, en zo te horen zijn er ook genoeg vogels.
Inmiddels is het over 11. Ik heb nu bijna 1 uur en 3 kwartier gelopen. Nou, niet alleen gelopen. Ik heb ook af en toe eens gestopt voor wat opnames te maken. En de afstand die we momenteel nu afgelegd hebben is ruim 6 kilometer. Aan de andere kant zie ik al een paaltje aan de hoek staan. En als ik die paaltjes blijf volgen, de Beukenlaan. Enig idee waarom die zo heet? Ik weet het niet. Ik heb niet zoveel verstand van bomen, maar het zou best kunnen zijn dat dit allemaal beuken zijn. Dit gebouw is de koepel van Stoop. Nou, de Amsterdamse bankier J.B. Stoop, die de koepel in 1840 liet bouwen. De pilaren van het gebouw zijn afkomstig van de voormalige koopmansbeurs in Amsterdam, die in 1836 werd afgebroken. De koepel was vroeger ingericht als theehuis. Het atelier dat er nu is, huisvesting, was vlak te bezoeken.